een driver impressie doen. En nu van de twee voertuigen die in Assetto Corsa Competizione zitten van Bentley, namelijk de Bentley Continental GTs. En er zitten er twee in. We hebben de oude versie uit 2015, de eerst geïntroduceerde GT3. En we hebben een tweede versie, en dat is de 2018 geüpdate versie. En je ziet hier al meteen de verschillen. De Bentley is een grote auto. Ik denk zelfs de grootste auto in Assetto Corsa Competizione. En wat opvalt bij de 2018 versus 2015 is een grotere grill. Ook hier beneden een grotere grill. Meer aero-opties, meer downforce, meer lucht onder de plaat vandaan gehaald, zodat je meer vacuüm onder de auto krijgt en betere downforce krijgt. Een grotere diffuser, met zelfs nog wat leuk detail hier van het differentieel blok. En een flinke vleugel. Als we terug gaan naar de 2015, dan zie je het meteen eigenlijk. Deze happers zijn minder groot. Deze is minder groot. Dit is eigenlijk helemaal dicht, met nog wat verlichting erin. Zo, mooie verlichtjes. En een iets minder bedeelde achterkant. Deze auto heeft minder downforce. En naar zoals het blijkt ook wat minder vermogen. Dus wat ik ga doen, ik ga eerst een paar rondjes rijden in deze wagen. En dan gaan we eens naar de 2018 versie kijken. En zoals altijd doe ik dat op Paul Ricard. Waar je ook goed de topsnelheid van het voertuig kan testen. Met een standaard aggressive setup. En daar zitten we. De grote Bentley. Ook wel de Boatley genoemd. Soms. Want het is echt een grote auto. Simpel cockpit. Typisch 2015. Met heel weinig toeters en bellen eraan. Een grote spiegel in het midden. En een achteruitkijkspiegel daar. En wat natuurlijk ook opvalt. We zitten aan de rechterkant. De Bentleys hebben een right-hand side drive, zoals dat zo mooi in het Engels heet. Waar alle andere voertuigen in ACC links rijden. Leuke touch voor een Brits automerk. Heel aardig motorgeluid. Valt er meteen op. Even wennen met die right-hand drive, maar als je er aan gewend bent, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit. En wat opvalt aan de motor is eigenlijk meteen plenty power. Het is gewoon een goede motor, goede trekkracht. Maar, zoals al zo blijken, de topsnelheid valt de eerste Bentley tegen. Ook voelt deze auto heel groot. Maar dat verrassend. Het is natuurlijk geen verrassing, het is een hele grote auto. Maar de 2008 voelt een stuk wendbaarder. Het voelt dus niet zo groot. Als ik naar topsnelheid kijk, gaat het nu wel zien. Hij gaat eigenlijk wel een beetje aftepen. Dan wil ik echt meer naar die 6 toe. Ik ga nu schakelen. Eigenlijk heeft hij al wat moeite om bij de 270 te komen. Zeker niet de snelste auto in het veld. Licht voor de rest stabiel, motor voorin, dus een lichte neiging tot onderstuur, maar niks wat niet met een beetje trailbreaking opgelost kan worden. Zo, rechtstuk op. Je ziet de plenty trekkracht. Eigenlijk in no time naar de 200 km per uur. Deze auto had wat kleine succesjes toen hij helemaal in de GT3 kwam. Vanaf 2015. Zo het fabrieksteam ging er mee rijden, Bentley fabrieksteam.
bij andere teams namelijk als service af. Maar al snel kwamen er wel deficienties uit het licht, waarop na een aantal jaar ervaring de 2018 versie uit werd gebracht. En die heeft een paar hele mooie races gewonnen, daar ga ik het zo over hebben. Ja, wat valt te zeggen, het is een grote stevige auto die goed op de weg valt. Mijn enige gripe is eigenlijk de topsnelheid. En acceleratie zegt boven de 240 km per uur, dan gaat het afnemen. Maar licht voor de rest prima. Licht stevig, heeft geen te neiging om te glijden of gekke dingen uit te halen. Ook niet als ik binnen in de bocht ga rennen of andere fratsen uit ga halen. Je hoort de banden wel screechen, maar het is nooit onbeheersbaar. Het is altijd beheerst en controle. Tijd neer van 1.59.3. En dat is helemaal geen verkeerde tijd voor de eerste keer. Gaan we dat even terugkijken. Even van buitengoed de auto bekijken. Mooi geluid, valt meteen op een heel rijk V8 geluid. En ook nu valt eigenlijk meteen op, de Bentley is echt gewoon een grote auto, een grote bak. Hier, net als bij de Aston Martin, kan je zien dat het een typisch Britse sportauto is. Je kan het bijna geen sportauto noemen, het is bijna gewoon een grote gezinsauto. Maar het is echt een sportauto. Een grote, zware sportauto die ook gewoon met name op de wegligging heel goed ligt. Lijkt daardoor een beetje in te moeten aan wendbaarheid, aan agility. Maar maakt dat ruim goed met heel gemoedelijk rijgedrag. En dat maakt het meteen ook een hele goede beginnersauto. Auto's die heel snel weg willen draaien en bij remmen of gas geven in een bocht. Snap understeer of snap oversteer geven. Tuurlijk kan dat je in theorie sneller maken. Maar het is natuurlijk ook een auto waar je dan veel meer mee op moet letten. Dat heeft de Bentley helemaal niet zo. De Bentley is eigenlijk gewoon een hele gemoedelijke... Een beetje een loebas van een auto. Maar wel een loebas waar je gewoon prima mee in de top kan rijden. Mooi de bocht ronden. Dan bij curbstone mee. Je ziet dan ook, daar heeft hij ook niet zoveel last van. Een beetje hobbeltjes, dat dendert hij gewoon lekker overheen. En door naar de laatste hele langzame bocht. Draait er moeiteloos doorheen. En weer vol gas. Pit straight op te gaan. Heel mooi. Nu. Zoals ik al zei, de auto is geüpgrade naar de 2018 versie. Dat is de versie die nog steeds op de circuits te vinden is. Helaas heeft wel vorig jaar door de coronapandemie het fabrieksteam van Bentley gezegd, wij gaan ermee stoppen, M-Sport. Dat is wel heel jammer natuurlijk, daarmee is ook fabriekssteun weggevallen. Dus private teams kunnen nog steeds de auto afnemen, zoals dat werkte in GT3. In GT3 sta je een team en een team kan een auto afnemen, maar kan ook de auto en service afnemen, dus monteurs afnemen. En kan ook de auto en de monteurs en de rijders afnemen. Dus zijn de rijders en fabrieksrijders. Dat zijn ongeveer de drie kwinkslagen die je vindt in GT3, GT4 racen. Wel nu, het fabrieksteam van Bentley is gestopt. Dat betekent dat er geen fabrieksrijders meer zijn. Dat betekent in principe ook dat er geen fabrieksmonteurs meer zijn. Maar de auto is er nog wel. En zolang die auto niet vernieuwd wordt, heb je gewoon de 2018 auto. Maar zodra die natuurlijk meedoet in het veld,
dan krijg je te maken met de BOP, de Balance of Power regels, waarbij alle auto's op elkaar afgestemd moeten worden om een vergelijkbaar spectrum van prestaties te kunnen hebben. Dus ook een 2018 Bentley zou in theorie bij nieuwere auto's in 2024 prima mee kunnen doen. Want worden die andere auto's gewoon naar beneden gesteld omdat de 2018 Bentley nog meedoet, in theorie. Dat betekent dus wel dat de teams die er nu mee rijden, K-Pax is een team nu dat nog met Bentley rijdt, een aantal teams in het British GT kampioenschap, die nemen dus alleen de auto af. Die zorgen zelf voor de monteurs, zorgen zelf voor de coureurs. Dat betekent dus ook dat de Bentleys nu niet in de pro-klasse mee rijden, doorgaans. Zijn voor de lichtjes er mooi bij. Mooie verlichting. Die lichten die je bij die oudere versie ziet, hier is achter de grill, die enorme grill nu. En hierin zie je eigenlijk dat de auto nog iets langer is geworden. De wielbasis is heel lang, maakt hem heel stabiel. Grote vleugel, dikke diffuser eronder. Al met al een hele mooie auto, maar groot. Is niet per se een probleem, want, gaan we laten zien. Waar je met de Bentley mee te maken krijgt, is dat je wat meer uit moet kijken met ander verkeer. Want je bent gewoon zo heel groot. Waar je niet zorgen hoeft te maken, is de wendbaarheid. Ik vind de Bentley een van de meest wendbare auto's, gek genoeg, om mee te rijden. Terwijl het zo'n grote auto is. En dat klinkt echt een beetje gek. Wat opvalt hier is een ander dash, meer knopjes aan het stuur, een camera ook nog van achteruit, wat je meer ziet bij de nieuwere auto's, een grote binnenspiegel en een adequate buitenspiegel. Ook hier zitten we rechts, right hand side drive. En wat ook opvalt, de motor heeft een wat dieper geluid. Er lijken twee ondertonen in te zitten, een hoge toon en een lage toon. Dat bevalt heel erg met rijden. Het geeft een heel voldaan gevoel om dit ding vol power over een straight heen te gaan. Maar zoals gezegd, ik vind hem dus vrij wendbaar. Ik vind hem wendbaarder sturen dan bijvoorbeeld de Aston Martin. Die eigenlijk, zal ik zeggen, een fractie van een seconde voordat je in wil sturen, moet je ermee insturen. Met deze auto hebben we het eigenlijk niet. En dat zou je wel verwachten, hoor. Nogmaals, het is een hele grote auto. Plenty power. Dat valt er ook meteen op ten opzichte van zijn jongere broertje, of zijn oudere broertje eigenlijk. 2015 versie. De topsnelheid van deze Bentley ligt beduidend hoger. En hij komt daar ook sneller. En wat we daarnet zagen, dat de 2015 Bentley eigenlijk af begint te nemen vanaf 240 km per uur. Nou, je ziet het. The gift that keeps on giving. Eigenlijk zie je nagenoeg geen vertraging in acceleratie. Pas vanaf 260 km per uur. We gaan naar 273, 74, 75, 76. In principe kan je hier 281, 282 mee halen. En dat maakt hem een van de snelste auto's in het veld, in ACC. Als het om topsnelheden gaat. De enige auto die ik op snellere, hogere snelheid kan betrappen is de AMG. Mercedes. Die heeft dan ook de sterkste motor in het veld, echt de sterkste motor. En, gek genoeg, de Porsche 991 Cup. Mist een aantal features van GT3, waaronder de goede tractiecontrole, maar heeft wel de hoogste topsnelheid van alle wagens in game. Dit straight op. Van te voelen in een video. Op een enkel moment heb ik het idee van, nou, dit ding wil gewoon niet sturen. Dus gewoon, hij is heel direct, stuurt heel licht eigenlijk. Heeft hoge snijding, maar dat is in elke front-engine auto dat hij rechtuit wil gaan. Het gewicht van de motor zit voorin. De traagheid van massa, natuurkundige, dicteert.
dat hij daardoor liever niet op bocht ingaat. Relatief makkelijk te counteren. Iets lagere bochtensnelheid, een beetje trailbreken, kom je een heel end mee. En mid-corner is hij eigenlijk stabiel. Exit-corner, eigenlijk geen naar gedrag. Hij blijft gewoon door accelereren. Wat nou redline? Curvestones, die moet ik over. En dat maakt dit eigenlijk, als je tegen het rechts rijden aan kunt, Britten zullen zeggen, niks aan de hand. Is dit misschien wel de beste auto overall om mee te starten in deze sim? Eigenlijk vind ik het gewoon geen naar gedrag vertonen, geen nadelen hebben. En 59.3, ook gewoon een snelle tijd. Dat gaan we eens even van buiten bekijken. Moeilijk vergelijken, maar dit geluid heeft dus ook wat meer diepte, ook vanaf de buitenkant, ten opzichte van de 2015 auto. De Boatley. Schitterende motorgeluid van die blarende V8. Schitterend. Ik kan er soms niet over uit hoe goed Kuno's. Natuurlijk zijn ze officiële ontwikkelaar van de GT3 race. Dus ze hebben toegang tot alle auto's, tot alle tracks, tot alle zaken die je nodig hebt om een sim echt een goede race sim te maken. Maar qua beeld en geluid, weet je, het is gewoon, er is gewoon niet aan te tippen. iRacing, Race Room, andere racewagens, sims. Het haalt het in mijn ogen gewoon net niet bij op GT3 races dan natuurlijk. Bij Assetto Corsa Competizione. Vol deze bocht in. Je ziet hem gewoon eigenlijk niet gek doen. Hier een klein stukje onderstuur, maar ook weer snel makkelijk gecorrigeerd. Geen drama, geen fratsen. Genoeg auto's die dat wel hebben, dat komen we vanzelf bij de driver impressions. Waarbij ik de auto's wat minder goed vind liggen in mijn rijstijl. Netjes de bocht om. En het rechtstuk erop. Schitterende auto, kan niet anders zeggen. En echt wel een aanrader als je begint ook met spelen met Assetto Corsa Competizione. Eigenlijk geen nadelen, alleen maar voordelen is de auto. Met het enige opmerking, hij is groot. En dat betekent in een pack, in een close racing situatie, is het echt wel uitkijken. Want ben je een wat kleinere auto gewend, weet je, een Ferrari is 30 centimeter smaller, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Een Porsche, helemaal, is gewoon 35, 40 centimeter smaller. Dat zijn smallere auto's, dus ga je sneller iemand raken. Voor de rest, prachtige auto, prima om mee te sturen, zet goede tijden neer en is een uitstekende auto om te leren racen in Assetto Corsa Competizione. De Bentley. Of eigenlijk de Bentleys. En de 2018 is echt wel een stukje beter dan de 2015. Dit was de car impression voor de Bentleys. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende.